Hey, mensen, nu ik hier en Richard, je weet, zelf, Hallo, 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 hallo. Oké, okay, Richard, heb je al best verkocht of niet? Eh, uh, nee, niemand koopt, man. Ah. Er lijkt net of mensen denken dat het slechte kwaliteit is of zo. Ja, je drinkt heel veel water per dag, dus het is moker sterke quality Ja, yeah, precies. Oké, okay, maar ik It's ben alweer al klaar gewoon binnen een half minuut. <laughs> maar wat ga jij vandaag doen, Richard? Uh, verder met het mijn wordt. project. Oh ja, Richard heeft weer een nieuw project. Jongens, de kutte draal is eventjes uh, stopgezet. Oké, okay, maar uh, beste mensen, Richard is een nieuw project, is hier. Wat, wat moet je het voorstellen, überhaupt? Uh, nu nog niks, maar later wordt het wel cool, hopelijk. Hopelijk. Ja, maar ik ga nog niet verklappen wat het wordt. Dat dachten die ouders ook. Hopelijk wordt het later nog beter, maar dat is niet van gekomen. <laughs> <laughs> Shots De, de KFC Kf Kf is open, oh my god. Auw! Kut! <laughs> Doe je het op jezelf? <laughs> ja. Oké okay, Richard, weet je wat we vandaag gaan doen? Huh? We gaan vandaag een klein beetje Botania doen. Jouw favoriete mod. We gaan vandaag een klein beetje roots doen. We gaan een klein beetje tinkers doen denk ik. En we gaan gewoon alles met elkaar combineren en feestzaal hebben. Klinkt dat goed of klinkt dat goed? Klinkt dat niet goed? Klinkt geweldig. Oké, okay, mooi. Want wat ik als eerst heb gedaan heb, is hier even een netherboard vorm opgezet. Dus uh, denk niet zo van, waarom staat die zo random? Het is wel vrij random. Maar ik had het even nergens anders plaats Want Richard... Ik weet niet, jij, jij hebt zoveel volgebouwd. Waar ik eigenlijk gewoon niks kan bouwen. Dat het echt gewoon lastig wordt. Besef je dat zelf ook of niet? Uh, Nie nee, maar ik ben even met uh, Kingo aan het uh, Ja, dat merk ik. Want boy, moet je naar kijken. Kijk, het is natuurlijk wel leuk en aardig. De Chinese dingen hier zo bij Richard, shirt Maar kijk, de eerste verdieping. Die zit, ligt al vol met een of ander kopje met water. Ik weet nog steeds niet van wie die is. Weet jij van wie dat is of niet? Mm, wacht even hoor. Ja, we wachten alweer. De bovenste verdieping is een Tinker's Construct. En dan is eigenlijk wel gewoon zeg maar het hele huis al gevuld. Hier is Richard dus letterlijk gewoon iets van een week mee bezig geweest. En het is nu niet bepaald functioneel, Richard. Ja. Het ziet er wel sick uit, maar het is niet functioneel. Oké, okay, maar wat we dus allereerst even gaan doen. Is hier allereerst eventjes het Living Rock weghalen. Want wat we gaan doen zo meteen. Richard, wat ben je aan het doen, man? Richard is volgens mij inkopen doen bij Kingo. Kingo heeft namelijk een KFC-shop gemaakt. En nu kan ik Richard zeg maar Gold Nugget doorschuiven. Heb je nog nodig trouwens of niet? Richard, heb je nog nodig, of niet? Uh, nee. Oké, okay. Want wat we dus gewoon simpelweg kunnen doen nu. Kijk, Richard staat bij span. Dus wat ik nu gewoon kan doen. Ik heb namelijk bij span bij die player chest, heb ik namelijk mijn links-bovenslot heb ik zeg maar gelinkt aan die player chest. Dus Richard gaat naar die player chest toe, als je wil. Kijk, en dan kan ik daar Dat gewoon mijn nuggets laten. Hoor. Ja, doe het nou maar. En dan kan hij als goed gewoon zo meteen mijn nuggets eruit gaan pakken. Het, is alleen, het geldt alleen voor het links slot. En de rest is allemaal gewoon voor mezelf. Oké, okay, maar die zult zeggen wat we gaat gaan doen. Dan kan ik het even laten zien. Want wat we voor nu gaan doen. Is dus allereerst met dat Levering Rock. Een gloednieuwe tool in elkaar gaan zetten. En die tool gaat er komen in de vorm van de volgende ding. Even kijken, hier zo staat hij al: het Runic Altar. KBM, die gaan we erbij pakken. En die maken we aan de hand van 5 living rock En aan de hand van een mana diamond of een mana pearl. Natuurlijk heb ik in de vorige episode van King Go iets van 8 ender pearls gekregen. En aangezien we niet echt super veel damage meer hebben, volgens mij helemaal niets meer. Misschien 1 of 2 nog. Lijkt het mij op dit moment handiger om het met ender pearls te gaan doen. Zeker aangezien we nu ook heel makkelijk aan ender pearls kunnen komen. Want we kunnen nu vliegen. Want echt jongens, dat scheelt zo erg dat we kunnen vliegen. Dat is echt insane. Dat scheelt echt heel veel. Oké, okay, maar we gaan even die enderpearl erin ingooien. Dus gaan we dan, kibim. Zo, mana pearls binnen. En dan kunnen we hiermee het alter ronden als het goed is. Zo, oh, dan moet je natuurlijk wel op de goede plek winnen. Zo, daar zo, runic altar, helemaal ready to go. En dan gaan we ook gewoon gelijk weer eventjes zo'n ding maken. Zo'n mana spreader maken. Want natuurlijk moeten we zo meteen zeg maar, vanaf de mana pool naar de runic altar moeten we ook wat mana gaan leiden. Dus dat gaan we gewoon gelijk even doen. Zo, die pakken we erbij. We pakken hier nog eventjes een random pedal erbij. Van red bijvoorbeeld, maakt allemaal niet uit. Echt, al die crafting tables zijn allemaal vol hè, Richard bij de ding we hebben echt iets van achterleven ja, dat ik er zoveel gemaakt heb ja maar ik heb er nog extra bij gemaakt maar dat wil niet bepaald helpen even kijken maken we deze deze hier zo dan moet die omgedraaid Kibam. en dat geeft ons de mana spreader en die mana spreader gaan we dus gewoon simpelweg hier ergens aankoppelen de mana spreader gaan we vervolgens weer selecteren en ergens hier naartoe verplaatsen zo laten we zeggen hier runic altar gaat die hier naartoe Kibam. zijn we er helemaal klaar voor oké okay. wat we met de runic altar natuurlijk kunnen gaan doen is gewoon simpelweg runes maken en ik denk dat ik ga beginnen met het maken van een rune of fire rune of Fire, die gaan we erbij pakken. En de items die ik daarvoor nodig heb is Mana is Steel, that? Mana Power, Nether Brick, Gunpowder en Nether wart. Nou, genoeg heb ik alles wel moeten leggen voor het Arn om gaan zetten. Heb ik dat hier nog? Nou, vast wel ergens. <laughs> Oh shit, het laatste item is binnen, Richard. We kunnen hem gaan maken, de Rune of Fire. En eigenlijk, wat ik je wel kan aanraden, maar wat ik momenteel niet ga doen, is eigenlijk gewoon van alle begin runes, moet je gewoon allemaal een setje gaan maken. Want eigenlijk heb je die begin runes ook nodig voor de geavanceerde runes, maar ik heb er nu even geen zin in. Maar ik raad je dus eigenlijk wel aan, maar ik ben te lui. Lui, Ja, ik weet niet. Heb je überhaupt een no het gedaan en iemand op het bord? Nee, dat moet ik zo meteen nog doen. Oh fuck, het begint al. Oh shit, even kijken, waarom doet hij het niet? Oh, hij heeft geen mana meer, volgens mij. Minst, hij geeft een kruis, maar hij doet het wel. Dus volgens mij gaat het wel goed komen. Ook al denk ik eerlijk gezegd wel dat hij te weinig mana heeft. Maar natuurlijk hebben we onze huidige mana. Die hebben we natuurlijk alleen maar in de vorm van de End of Flames. Dat schiet nog niet echt bepaald op. Dus daar moeten we zometeen ook wel wat aan gaan doen. Maar momenteel is hij op de helft. En natuurlijk, gewoon zodra hij zeg maar helemaal vol uit is. kunnen we ook echt daadwerkelijk een rune van gaan maken. En dat doen we heel erg simpel. Namelijk, do you can go. Oh. Aan <laughs> de van een Living Rock. Zei je dat hij wegging? Nee, toch? Nee, het is waarschijnlijk wel testen, man. Oké. Okay. Maar in ieder geval, hij is bijna helemaal ready to go. En dan gaan we zo meteen eens even kijken wat we ermee kunnen gaan doen. Richard, wat ben jij eigenlijk aan het doen nu? Want je, ben, heb leuk, je hebt wel een leuk rukvijvertje gemaakt. Maar wat, wat doe je dan eigenlijk? Oké, okay, rechter muisje je mee. En KBNH is binnen. Bro. Oh, fuck. Lilium Dol. Ja, ja, Richard, ik ben een Lilium Dol blijkbaar. Geen flauw idee wat ik me moet voorstellen, maar ik ben een Lily in dol. Oké, okay. en wat oh. we dus allereerst hiermee kunnen gaan doen, is natuurlijk ook gewoon onder andere nieuwe bloemen er mee maken. En nieuwe runes ermee we maken, wat ik we al aangaf. Kijk hier de Rune of Spring onder andere. En allerlei andere dingetjes. Maar wat we er ook mee kunnen gaan maken, is de turmalily. En de turmalily is echt gewoon een geweldige oplossing om heel snel aan mana te gaan komen. Wel met één nadeeltje, namelijk dat je maar één keer per vijf minuten kan gaan gebruiken, maar daar kom ik zo meteen nog wel eventjes op. Wat we namelijk ook nog nodig gaan hebben, is een Rune of Earth. Dus laten we die zo meteen ook even bij gaan pakken. Heb ik nagenoeg dezelfde items voor. Nodig, dus daar gaan we zo meteen wel even naar kijken Maar, laten we allereerst gaan kijken naar de rune of fire zelf Want ook daar kunnen we een tool mee gaan maken En die komt er in de vorm van de rod of the molten core En de rod of the molten core is echt een handige tool in combinatie met een silk touch pickaxe Dus ik moet zo meteen even kijken of ik misschien ook aan een silk touch pickaxe kan komen Maar, laten we allereerst maar... twee Rods erbij gaan pakken Ja Oké, okay, we kunnen gaan maken wat we willen maken Oh, dit wordt zo leuk jongens ik wilde, ik wilde een ander woord zeggen, maar ik dacht van dat nee, slaat weer nergens op. Hoorde jij het of niet? Nee, ik hoorde je twijfelen. <laughs> zo van, en, zo lichte twijfel. Van, uh, van moet ik dit zeggen of slaat het weer nergens op? En toen dacht ik van het slaat nergens of laat maar. Oh, yeah, yeah, yeah. Oké, okay, maar we gaan hier nog even twee gold ingots van aanpakken. Ik heb echt letterlijk gewoon een kwartier lang lopen zoeken naar één goldblokje. Maar ik heb hem gelukkig weten te vinden. Het, het was weer niet al te fijn. Oké, okay? en dan gaan we hiermee dus eventjes vier van deze Silky cloth dingen maken. En dan uh, gaan we nog even dat erbij pakken. En dan gaan we dit combineren met een emerald. En als het goed is, krijgen we daarmee een Silky Jewel. En die kunnen we op onze gloednieuwe pickaxe gaan zetten. Want ja, deze pickaxe, de modifiers, zijn allemaal natuurlijk al gebruikt. Dit dingetje, de penetrator. Die naam staat trouwens ook helemaal nergens op. Maar dat maakt helemaal niet uit. Ik ga nu gewoon eventjes een simpele pickaxe maken van simpele materialen. Ik dacht van weet je, kan wel moeilijk gelopen doen. Maar dat schiet toch allemaal niet op. Dus wat ik gedaan heb, is hier gewoon eventjes al mijn dingetjes in geplaatst. Dus gaan we die erbij pakken. We gaan hier naartoe. En dan gaan we hiermee een pickaxe maken. Dus die komt daar. Dan komt die daar. Die nieuwe design van die, van die crafting tables en zo van Tinkers is wel echt super nice. Dat werkt wel echt sick. Heb je dat wel eens gezien? Wat? Het nieuwe design zeg maar van Tinkers. Van die tafeltjes. Oh, dat je dat aan de zijkant kan zien. Ja, ook. Maar gewoon, je, je kan het, het kan heel makkelijk met elkaar werken, zeg maar. Oké, okay, maar ik heb in ieder geval de pickaxe gemaakt. Uh, ik noem hem gewoon Silky. hij is magnetic 3 en cheap. Ja, cheap is hij sowieso. Ik weet niet wat dat betekent, maar dat maakt niet That's uit. We gaan hem... <laughs> we gaan hem in ieder geval combineren met een Silky jewel. En dat geeft ons dus gewoon zo'n pickaxe met Silk Touch erop. En daarmee ga ik natuurlijk ook gewoon gelijk die andere in elkaar zetten. Die staf waar we het net al zagen. Dus die gaan we erbij pakken. Ik heb als goed alle spullen er al van. Dus dan gaan we naar de bovenste crafting table toe. Gaan we hier twee blazers plaatsen. Hier twee living boot twigs. En natuurlijk afronden met het dus juist zo. Dus we hebben juist verkregen Rune of Fire. En het geeft ons kebam, de rod of the Molten Core. En hiermee gaat het verzamelen van glas echt vele malen makkelijker worden. Glas is natuurlijk wel echt een veel voorkomend item in heel veel recipes. Dus daarvan mm. laat ik er gewoon een soort van shortcut voor maken. En nu kunnen we gewoon met rechtermuisknop muisknop zometeen. Kunnen we hier het zand om gaan zetten. Maar daar heb ik wel alles wat mana voor nodig. niet heel veel manen, maar wel een klein een beetje mana. Dus wat we gaan doen, is het maken van een mana tablet. Weet je, zo'n tabletje, die kan je innemen. Mm -hmm. Oké, okay, maar even kijken. Heb ik er nog genoeg voor? Volgens mij wel. Volgens mij gaat het helemaal perfect uitkomen, Richard. Volgens mij zijn we gered. Oh, oh my god. Even kijken, gaan we erin gooien. Zo, Enderpro is binnen. en de Enderpro gaan we vervolgens combineren met wat van dat Living Rock. En dan zijn we er klaar voor. Mana Tablet is binnen. En natuurlijk gaan we dan gewoon zo hier neerzetten dat wel zeg maar dat mana natuurlijk naar mijn tablet toe gaat en niet andersom. Dus we moeten eventjes gaan kijken. Kijk, inderdaad, staat er nu zeg maar staat de stand op van Mana Tablet naar de pool toe. En met shift rechtermijze op kun je dat gewoon aan gaan passen. En dan kunnen we dus dat tablet er bovenop gooien. We moeten wel even iets naar achteren toe, want anders pakken we hem gelijk op met die ring die we aan hebben. En we hebben nu echt pittig weinig mana. Maar misschien dat het nu wel werkt. We gaan even kijken. Rot op de Core. Let's go. Ja. Kijk jongens, het gaat gewoon op die manier werken. En dat was het maar voor vandaag. <laughs> ik heb letterlijk twee zand naar glas omgezet. Maar die snappen wat ik bedoel. Dan kunnen we het hiermee weghalen met de Silk Touch Pickaxe. En voilà. Binnen enkele seconden heb je glas. Zonder helemaal moeilijk te hoeven doen met het zand eerst weg te gaan lopen, shuffelen. Helemaal naar je hele furnace toe te gaan. Wachten tot het gesmolten is. Dit is gewoon een stukje sneller. Alleen we hebben dus wel een klein beetje manen nodig. Dus wat we gaan nu gaan doen, is gewoon het maken van de Lily. Dus die gaan we er even bij pakken. Ik heb nog één Rune of Fire over. En ik had ook een Rune of Earth nodig. Oh, ik klik mollek op. Op mijn kakofonium. met de creepers ik dacht even wat er gebeurt er nou oké okay. maar ik moet dus hebben de rune of earth even kijken waar staat die pam 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 we moeten eventjes helemaal terug naar het begin en dan moeten we naar generating flora toe tweede pagina Termalilly. en die maken we dus op deze manier rune of wire en rune of earth en die maken we dus met een paddenstoel die ik had meegenomen een blok of coal stone mana steel en mana powder nou veel plezier ermee. weer mee Helemaal ready om de laatste rune in elkaar te gaan zetten. Namelijk de rune of earth, en hij is binnen. En dan kunnen we hiermee de lily in elkaar gaan zetten. Oké, okay, daar gaan we dan. We gaan even kijken hoor. De rune of fire gaat erin, de rune of earth gaat erin. We gaan er allereerst, natuurlijk, ook even wat mystical red petals in gooien: twee orange, een zaadje erbij. En kabam! Hij is binnen, de lily. En als het goed is, gaat deze niet kapot. Die gaat niet verwelken of zo. Dus wat we even gaan doen is het volgende: We gaan namelijk eventjes een inhammetje maken hier. Want we gaan natuurlijk met Lava kloten. En over het algemeen is dat niet echt een goede combi gebleken met Quinn. Dus we gaan het even veilig doen. Maar jongens, dat is tip nummer 1. doe het altijd veilig. Oké, okay, grapje, doe maar niet. Zonder is beter. Oké, okay, nee, okay, ik, ik doe je fout opvoeding hier. Jongens, jongens, jongens. Gewoon allemaal vergeten wat ik de afgelopen 20 seconden heb. Allemaal gezegd lullen, man. Ja, dat weet ik allemaal niet. Oké, okay, maar we gaan in ieder geval van lava ernaast gooien. En wat er dus gaat gebeuren is dat hij het lava op gaat nemen. En er gaat als het ware een soort van cooling-down per periode in. nu. Dat duurt vijf minuten. Dus, even kijken. Gaan we het daar naartoe doen? Ja, gewoon doen we zo. Hoppakee. En als het goed is, gaat het op deze manier wel in één keer heel snel. Want het is echt wel een Terminal Lily, is wel iets wat in één keer heel veel mana gaat produceren. Maar dus wel voor een korte tijd. Want hierna kan die 5 minuten helemaal niks meer. Maar jij ja, ziet ook al gewoon echt die Burst, jongen. Die knallen erin. Kijk, maar hij blijft gaan. Er is geen... Kijk, heel vaak heb je namelijk bij die Mana Spellers. dat ze om. Nou, ongeveer om de 5 seconden hebben ze in één keer een Mana Burst. Maar nu blijft hij echt gewoon Burst als een gek. Dus als het goed is, kunnen we hiermee ook gewoon gelijk onze Mana Tablet een klein beetje op gaan vullen. Loop ik eventjes weg. En gaan we zo meteen terugkomen en kijken of de tablet opgevuld is. Kunnen wij net dus net mooi even gaan kijken hoe het hier gesteld is. Met al deze leuke dingetjes. Al het Netherward hier zo. Dat gaan we namelijk allemaal breken. Tenminste wat voor groei is. Zo. hop. hop, 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 hop. En zult je vast afvragen. Wat kun je, je nou allemaal doen voor rare dingen. Waarmee je gods naar aan het verbouwen. Wat is toch gewoon pure shit. Ja, klopt inderdaad. Maar we hebben ook kans. Als we zeg maar zo'n Netherward breken. Op zo'n Infernal bullpen, Dat geloof ik. En dat is zeg maar een soort van geüpgraded versie. Van dat ding. Wat we toen ook al gekregen hebben. Van die normale weeds en zo. Ik zal het even laten zien. Heb ik dat ding bij me? Pam pam pam. Ja, ik heb hem bij me. En hier is de Runic Tablet. Hadden we namelijk al gezien bij de modifiers. Dat we namelijk ook verschillende dingen konden gaan krijgen. Hier, kijk, is dat hier? Pam, pam, pam. Ja, kijk hier. We hadden toen namelijk Ferdinand Sprigs. Maar nu gaan we dus gewoon voor de Infernal Bulbs. Hierna heb je nog een tier waarmee je drie upgrades kan doen. Maar daarvoor moeten we allereerst naar die end toe. Weet jij trouwens wanneer we met z'n allen dat ding gaan killen? Die ender Dragon? Weet ik niet. Ik heb er van de week iets over veel? gehoord, maar we wilden het zaterdag doen toch of zo. Maar dat kon niet iedereen of zo. <laughs> Oké, okay, maar we gaan de manatablet tablet erbij pakken en er zit nog steeds pittig weinig in. Oké, okay, dus we moeten echt meer thermal gaan maken. En kijk, dit is wat ik bedoel daar namelijk nu een cooldown period. Ja. Dus dan moet je even naar de rook kijken en als de rook eens kunnen weer gebruiken. Oké, okay, maar voor nu gaan we dus nogmaals even kijken of het gaat werken. Niet de crystal ding heb ik niet nodig. Even kijken wat is dat ding nou hier zo de rod of de Blombamb molten core ingedrukt houden en KBM klik 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 klik. klik. Klik, klik, kijk. Het gaat best nice. Je gebruikt ook echt amper power. Want ja, je ziet al gewoon. Die mana-tablet heeft amper gewoon mana in zich. Maar alsnog kun je er echt gewoon super veel in omzetten. En dat gaat echt vele malen sneller. En ik weet niet, heb jij nog ergens glas voor nodig? Dit is het misschien voor jou ook nog handig. Nope. Oké, okay. dat zeg echt puur voor mezelf. Oké, okay. maar ik zal ook even bij. Ik wilde zeggen bij Lichard. Maar je heet volgens mij geen Lichard. Oké, okay, we gaan even bij Lichard kijken. Ja, we gaan even bij Richard kijken. Wat hij nou eigenlijk kan doen. is. Want daar zei je van waarschijnlijk zie je zo meteen wel wat ik een beetje van plan ben. Oké, okay, jongens, wat is meneer die soort van plan? Hmm. Oh. Het ziet eruit als heel veel werk. Oké, okay, ik heb weer een Inferno Bulb. Oh. Ik, ga het nog, ik ga het nog één keer proberen, jongens. Heb ik heb hem net nog al een, een keer gemaakt. Ja, ja nou, ik heb, nee, ik ga iets anders maken nu. Ik heb net de staf geprobeerd, maar die is een klein beetje geglitcht. Dus ik wil even kijken of het misschien met een andere wel gaat helpen. Dus wat we nu gaan doen is het volgende. We gaan namelijk gewoon hier weer alle recipes in plaatsen. Tenminste, één recipe natuurlijk, gewoon die we ervoor nodig hebben. Dat is namelijk een mushroom, een allium en ook nog ja, een solsjeentje. Yep. En dan gaan we natuurlijk hierna. Dat moet je per se doen. De Infernal Burpen plaatsen. Burp. Ik zei burp. Ik bedoel, bult natuurlijk. Oké. Okay. En pas daarna moet je natuurlijk je modifiers erop gooien. Dus die modifiers gaan er weer komen in de vorm van glowstone. Als ik ergens nog glowstone kan vinden. Hier twee glowstone, Oké, okay, helemaal mooi. Gaan we er dan bij gooien. Nummer 1, nummer 2. Pakken we onze uh, lekkere rukstaver erbij. bam, erin. Gaan we die daar plaatsen in combinatie met de stick. Heb ik nog een stick? Ik heb nog een stick. Helemaal mooi. Gaan we die infuse. En dan gaan we kijken of we wellicht hiermee wel iets mee uh, kunnen. Want kijk, ik heb natuurlijk gewoon nu 33. Use Remaining. Oké. Okay. van net die deed echt voor gaan meten. Dus ik hoop echt dat deze misschien iets beter is. Want dan kunnen we deze staf echt heel erg goed gaan combineren. Met deze met dit, deze spel. Met de Electric Spark. Dus dat gaan we zien. Richard B hier. Ergens. Ja. Oké. Okay. Richard is trouwens hier eh, natuurlijk nog, nog steeds bezig met zijn hele kunstwerk. En je kan een klein beetje zien wat het gaat worden. Er liggen namelijk doodgestampte kikkers op de grond. <laughs> nee, het zijn blaadjes. Als ik zei dat het doodgestampte kikkers waren. Rip. Red de kikker. Kijkers zijn ook een cute. Oké, okay, maar in ieder geval. We gaan nu eventjes kijken of we Richard kunnen gaan. Raki mee. Ja, oh. nu wel. Oké, okay, die wel. Dan kunnen we nu. Nee, nou, BAM! Nee, nee. Holy oh, shit. Kom dan, man. En hoeveel P weer nog? Half. Oh. Oké, okay, want als het goed is, kijk, wat er hiermee gaat gebeuren met de Ranning Strike... is dat je iemand zijn verdediging verlaagt. Dus de hit die je daarna doet, die doet gewoon extra damage. Dus dit kan je echt perfect combineren. Gewoon zo. Nee eerst... niet, man? Niet? Nee. Waarom niet? Het was stering voor voedsel. Ja, wel. Dat is toch ja? Zo snel getriggerd die jongen. Nou uh, jongen, ga, ga jij me weer lekker met je blaadjes... Ik wil een nieuwe fucking KFC bij de Kingo komen. Ga jij me weer lekker, uh, ga jij maar weer lekker blaadjes maken Richard, Dag. <laughs> we zijn inmiddels een paar uurtjes verder en Richard heeft een boom gemaakt hè Richard? We zijn helemaal geen paar uur verder, we zijn een paar dagen verder. Ja maar een paar uur gameplay tijd van jou. Of hebben jullie binnen vijf oh. minuten gemaakt? Nee, maar het is een paar dagen. Ja oké, okay. het was zaterdagavond dat we record hadden en het is nu dinsdagmiddag. Nee? Is het dinsdag of is het woensdag? Ik weet het niet meer. Woensdag? Nee, jawel, het is wel woensdag. Oké, okay, mindfuck. Oké, okay, dus het is uh, ongeveer vier dagen later. En we zijn uh, ja, toch al een stukje verder gekomen. Tenminste, Riesert is ja. verder gekomen. Ik ben geen steek verder gekomen. Yep, want jij ja, zegt. Oh, 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 krijgen we dat weer? Oké, okay, maar wat ik nog ga doen is bloedmagie. Riesert ben je ongesteld? Nee. Dan ben je useless. Yep. Maar ik heb al genoeg bloed, dus dat scheelt weer. Wat ik namelijk even heel snel wil gaan doen is een, uh, een volgende tier van het alter maken. Ik zit namelijk momenteel op tier 2 en ik moet naar tier 3 toe. Maar dat is Och. heel makkelijk, want kijk, voor, de, zeg maar voor het maken van, van tier 1 naar tier 2 heb je 8 extra blank rooms nodig. En vervolgens van tier 2 naar tier 3 heb je van 8 naar 28 nodig. Dus dan moet je de 20 er 20 bijgemaakt maken. je van deze palen hier. Oké, okay, Richard die bedoelde serieus de cosmetic ding. Ik was hier van de week namelijk proberen een soort van. Ja, ik weet niet wat ik het proberen was, maar Mooi het lukte maken, niet. Zo. Ja, het lukte, dus dat gewoon, ik weet niet echt. Ja, net zoals je ouders hebben ook niks moois gemaakt. Dat is een beetje grof, Richard. Dat mag niet zijn. <laughs> Oké, okay, maar we gaan nu eventjes op alle pilaren... gaan we wat glowstone plaatsen. Wow. Ja. Dat is dan, wel cosmetic van jou. Nou, dit is, dit is het enige... Nee, dat hoort erbij, Richard. Want nu is het goed. Het 2 en dan wordt het nu tier 3. Kijk, bang. Oh, fuck. Niks dichterin gooien, want ik heb, ik heb precies genoeg bloed. Oké, okay. maar... <laughs> en gebeurt helemaal te zwaar erin gegooid. Nee, niet precies genoeg bloed. Oké, okay, maar dan gooi je dit er eventjes in en als het goed is gaat stone allereerst omgezet worden naar zo'n blank slate, dan daarna naar die enforce slate en dan een imbue slate. En daarmee kunnen we een altar gaan upgraden. Tenminste de blank groens gaan upgraden. Weet je wat we in testen test even gaan doen? Kijk, dit wordt lekker uh, goed gepoefd. En dan gaan we nu even kijken naar de Ball of Fame. Jou uh, Ja, 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 ja is jij jij blokjes lang. Wat? Zeven blokjes lang. Ja, dat zal best vind al dat trouwens al mooi geworden, want je vond het van de week disgusting toen ik alleen een eilandje had. Ja, het is beter, maar het is nog niet mooi of zo. hey, hey, hey niet over mijn gebouwen zo praten. Oké, okay, maar er staat iets op de wall of Fame bij, Richard. Dat is zeker weer wat over mij. Ja, half. Reertjes dood. What Quinn. Ga eens weg, man. Quinn in de goot en Kingo zit vast op de boot van de kaasboer. Dus is wow. je bent dood. Dat dus er alweer dat doet... Kingo mee met deze serie. Ja. Weet ik, niet. ik kan al even zorgen dat je dood bent. Nee, doe maar niet. niet. Oké, okay, maar even kijken, hoe ver zijn we inmiddels? Zijn we nu inmiddels al op de. Ja, nu zit ik de goede. Oké, okay, die halen we eruit. En dan heb ik een imbued slate. En met de imbued slate kan ik, als het goed is, zeg maar, een geüpgraded rune maken. Je kan namelijk een displacement rune maken, rune of capacity. Ong. Je kan uh, imbued blok maken en al die andere shit. Dus nu kunnen we ons altijd een beetje gaan verbeteren. En dan heb ik wel allereerst een normale blank rune voor nodig. Dus die pakken we even lekker hieruit zo. En dan gaan we eens even kijken of we een uh, mooie capacity upgrade kunnen maken, Richard. Ik heb, het, ik heb een fout gevonden. Nou, heb je jezelf gevonden? Dat, uh... Nee, ik heb nou. een fout gevonden, helemaal heet het. Nou, ik heb wat, het je DNA. Oké, okay, maar we moeten dus eventjes een rune of capacity gaan maken. Maar dan hebben we buckets voor nodig. Maar geloof het of niet, maar maak Tim heeft de fucking recipe van, van, van buckets aangepast. Mhm. Mm dus wat, wat moeten we daar nou, nou mee? Richard? Wat moeten we nou met die jongen? Hij past nee, alles aan. Saks, mag, kan je ineens watermen oppakken? Dan moet, dan moet je er ook iets voor hebben: een nether star of zo. Oké, okay, mm. ik, ik heb alleen nog even wat sticks nodig. Al oh, mijn event zit helemaal vol gebouwd, hè. Ik wil wat meer van mijn nootjes eten, Quinn. Oh ja. En die zit weer oh. nootjes. Die is weer een dik zak. Oké, okay, maar ik heb drie buckets, Richard. Oké, okay, dat vind ik helemaal mooi, Quinn. Nou, ah, ik kan nu denk ik hem wel maken. Oh, wacht, ik moet natuurlijk wel naar de andere tafel toe. En dan klikken we hierop en bam, hij is binnen. Oké, okay, de rune of capacity. En als het bam. goed is, krijg je hier zeg maar 2000 LP bij. Dus momenteel hebben we een capaciteit van 10.000, als het goed is. Kijk, 10.000. En we plaatsen dit blokje, hebben we nu een capaciteit van 12.000. Yep. Wow! wow. Oké, okay, maar we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering. Mooi. Hoe ik zou <laughs> dit ben. Je? Niet. Oh. Nou jongens, bedankt voor het kijken naar deze elfde aflevering van MKT-pack. Natuurlijk, gewoon weer per 70 likes gaan we weer iemand op de Wall of Fame knallen. Maar moet we hebben een klein een probleempje. We hebben, we hebben een klein probleempje, Richard. Want wat nee. nou als we zeg maar op de vorige episode, ik weet niet hoeveel likes we hebben, maar als we daar 140 likes op hebben, hebben we een nieuwe muur nodig. En ik weet niet waar een nieuwe muur moet komen. Hij wow. zou hier kunnen komen, maar als het altijd een grote wordt, dan moet de muur weggehaald worden. Dus dat is niet heel super praktisch of zo. Hmm. Hmm. Misschien moeten we hier gaan bouwen of zo, want hier heb ik op zich niet per se ruimte nodig. Nou, we zien het allemaal wel. Bedankt voor het kijken. We het hier maken. Ja. Of maak ik het gewoon even hier. Ah, <laughs> ja. oh, fuck, raak ik mezelf. <laughs> Oké, okay, maar bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei!